Sis killer, let's go. Hallo meisjes van Tolkien's Gamer, welkom terug bij deze gloednieuwe video. Vandaag leek het me een goed idee om te reageren op duikplankongelukken. Weet je, het is zomer op dit moment, de meeste mensen zijn op vakantie en die gaan zwemmen. Of ze zijn in Nederland en gaan dan zwemmen, of jullie gaan gewoon helemaal niks doen, weet je, dat kan ook. Maar stel je voor, je gaat iets doen. Doe dan alsjeblieft het tegenovergestelde van wat ik je zo meteen ga laten zien. Dus jongens, druk op dat duimpje omhoog, abonneer op mijn YouTube kanaal en laten we het ding meteen doen. Oké, er is iemand die daar gaat springen linksboven. Oh, wat? Wat de hel? Oh, shit. Ik weet niet wat ze deed, maar ze sprong niet. En dan wou ze weer terug, midden, terwijl ze nog in de lucht was. Dus toen viel ze. Dat is logisch. Oké, wat doet hij? Oh, lalala. Dat gaat goed. Oh, oh nee. Oh, shit. Oh, shit. Oké, dit is allemaal best wel pijnlijk. Oh, zijn buik wordt zo rood. Dat hij nooit meer durft te zwemmen. Gewoon, wat gaat hij doen? Oh. Oh, what the fuck? Ik zag niet eens tegen wat hij botste eigenlijk. Maar, oké, wat ga jij doen? En, oh, what the fuck, waarom belt Jaehyun mij? Jaehyun. Yo, man. Ik ben midden in een opname, ja. Man, what the fuck? Oh. Zeg maar hallo. Ik wil even met je praten. Ik hou op, bel me naar je opname. Hé, hey, maar wacht, hey, Jaehyun. Ja. Je moet toch even hallo zeggen tegen mijn kijkers? Hallo. Oké, nou, ik bel je over een paar minuten terug. Is goed, succes. Dankjewel. Laten we weer doorgaan naar wat pijnlijke duikplankfails. Oh, dat is echt fucking hoog en dan op je buik. Au. Hij gleed gewoon, what the fuck? Oké, die was wel echt grappig. Ik moet eerlijk zijn, die was echt grappig. Oké, wat ga jij doen? Hij is op een prullenbak. Hij gaat springen vanuit de prullenbak. Let's go. Oh. Holy shit. Oké, deze shit begint wel echt grappig te worden. Oh! Oh mijn god, zijn rug en zijn hoofd en alles, weet je, dat was gewoon niet goed. Oh mijn god, nee, hij gaat tegen dat ding botsen. Oh mijn god, zijn buik! Oké, wow. Oh, pio! Volgens mij is dat gewoon fucking pijnlijk, man, tegen je buik zo in één keer. Oh, pio! Ah! Weet je, ik wil gewoon niet eens meer kijken dat het gewoon meer pijn dan dat het grappig is als zijn rug. Help, wat doe ik met mijn leven? Waarom kijk ik zulke video's? Hallo, John Elmerson Fabrica. Wat ga jij hier doen vandaag? Pio. Dat is niet zo fijn om te doen. Terwijl je op een evenement bent waar je waarschijnlijk veel geld kan verdienen. En heel veel mensen naar je kijken. Dat is niet goed. Pio. Zijn hoofd. Dit was niet eens tegen zijn buik aan. Dit was letterlijk tegen zijn hoofd aan. Gewoon die. God damn it, man. Wat ga jij doen? Bro, wat doet hij? Hij denkt hij is een vlieg of zo. Hij gaat gewoon in de lucht dit doen, alsof hij dan kan vliegen. Oké, dat snap ik helemaal niet. Hey, Ginger. Oh, oh. Oké. Kijk, dit gebeurt alleen bij Gingers. Dan gaat gewoon duikplank kapot. Gewoon, dat ding gaat gewoon kapot. Oké, die was wel grappig. Die was niet zo pijnlijk, though. Die was niet zo pijnlijk, weet je. Dat viel nog mee. Wat ga jij doen? Ga je in ieder geval een salto maken? Volgens mij wel. Kom op. Oh, achter. Oh, what the fuck, man. What the fuck. You're getting this on video. Oké. Waarom springt hij ook met kleren? Wat is jouw probleem? Franse man, ik kom eens Frans spreken en zo. Oh. Dit gebeurt alleen in Frankrijk, jongens. Typisch Frans. Kom op, doe eens iets geks. Voor op Tolkien als Gamer. Doe eens iets geks voor op Tolkien als Gamer. Kom op. En hop, oké, wow, dat was echt gewoon een schaamte. Gewoon, dat was echt. Weet je, ja, jij moet gewoon nooit meer springen. Kom op. Oh, haar hoofd komt dat ding aan. Oh, oké, nee. Het was haar voeten. Ik dacht haar hoofd. Dat zou pijnlijk zijn. Oh, what the fuck? What the fuck? Iedereen kijkt ook gewoon. What the fuck? Kijk gewoon. Ja? Iedereen nog steeds gewoon droog kijken zonder te lachen. Fuck the fucking world and my new band. Wat? Sis Killer. Sis Killer, let's go. Hoe dronken moet je zijn om dit te doen? Hoe dronken moet je zijn om op ijs te springen dat zo dik is? Even serieus. En dan ook nog van tevoren zeggen, motherfuck, fuck the world. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het echt fucking grappig. Dan zie ik jullie wel ooit.